Wat zie je lief? Iets waarvan je denkt, dat is mooi. Dat is bijzonder. Dat is de moeite waard. Zie je iets van de wereld misschien? En de zee, lief. Hoe is het met de zee vandaag? De zee is rustig. De zee is rustig? Nou, dat is fijn, zeg. Hé, laat mij eens kijken. Misschien komt er wel niemand vandaag. Als er vandaag niemand komt, dan komen er morgen 10. Je overdrijft. En jij bent naïef. Ik hoop geen dooien. Ik hoop geen dooien dit keer. Nou, hey, ik vind jou wat afwezig de laatste tijd. Hey, probeer eens wat meer te genieten. Wat meer in het hier en nu te zijn. Dat is een goede tip hoor. Je maakt je veel te veel zorgen. En jij bent naïef. Het wordt niet meer zoals vroeger. Ah, pessimist. Het wordt beter. Dat geloof ik echt. Dat zou jij ook moeten geloven. Dat zou ik veel gezelliger vinden. Maar ik hoop geen dooien dit keer. Dat zou ik akelig Bye.
Okay. Banana! He's making a phone call, it's okay. Lekker! Yum, yum! Very tasty! Here. Please, eat. It's okay.
Is het? Nee. Nee. You can't sit here. Laat hem even. Nee. You can't sit here. There is no room. Laat hem even. Hij is moe. Nee. Dit zijn onze stoelen. Zij gaan daarheen. Allemaal. Hij ook. Oprotten. Hé, hey, je bent al redelijk nu. Nee. Hier. Hé, hey, you come this way. Hé. Hurry, hurry, yalla, yalla. Hé, geef hem even 5 minuutjes. skin. We never once considered leaving that beach for a boat ride. Now though, different story.
sitting in an overcrowded boat holding the hand of my beloved. We promised not to let go. Bananas on a beach which is too crowded for your taste. De Duitse krant Bild heeft een geheim rapport gepubliceerd, waarin het aantal van misdaadverdachten aangespoeld in Duitsland staat vermeld. Zo'n rapport is dus geheim, hè? Dat mogen wij niet weten. Dat tuig allemaal uitvreet. Dat wordt voor ons achtergehouden. Ze zijn bang dat we in opstand komen, dat we niet meer pikken. Hier, 208.344 misdaden door aangespoeld. Het zijn 92.000 meer dan in 2014. Hoe meer dat tuigje straks rondloopt, hoe onveilig het wordt. Hé. Is je knuffelbeer niet? Hier, vooral diefstal en vermogensdelicten voeren de misdaadstatistieken aan. Van elke aangespoelde die zich schuldig maakte aan een misdrijf, maakte 33% zich schuldig aan een vermogensdelict. 32% maakt zich schuldig aan een diefstal. Ook zwaardrijden blijkt een veel gepleegd misdrijf te zijn. Hé, luister je? Steekpartijen, AZC, zelfmoord in notenpak, je bent daar mooi klaar mee. Weet je wat het is? Denk jij dat die mensen die nog nooit gehoord hebben van democratie, mensenrechten, vrijheid, dat die zich zomaar eventjes aanpassen in een handomdraai? Wat denk je? Nee, ik denk van niet. Denk van niet, nee. Denk jij van wel, Martin? Denk het ook niet. Nee. Weet je wat het is? Het is een achterlijke cultuur. Wil je niet horen, hè? Wil je niet horen? Weet je wat we in Nederland doen met mensen die dat niet willen horen? Ik heb een liedje voor. Een Nederlandstalig liedje over een geslachtsdeel. Ken je dat? Ken je dat liedje? Tommy! Thank you.
Ken je dat? Ken je het liedje? Daar moet een piepel in. Ah, bijna. Daar moet een piemel in. Daar moet een piemel in. Met z'n allen. Gezellig. Daar moet een piemel in. Daar moet een piemel in. Daar moet een piemel in, daar moet een piemel in. Daar moet een piemel in, daar moet een piemel in. Daar moet een piemel in, daar moet een piemel in. Daar moet een piemel in, daar moet een piemel in. Daar moet een piemel in. Martien. Ja, Mieke. Wat doen we dat niet? Wij leven toch in een beschaafde cultuur, hè? Beschaafde cultuur. Beschaafd. Maar wij. De meerderheid. Meer. Heb ik het niet meer. Democratie aan het werk. Vrijheid. Vrijheid. Mensenrechten. Mensenrechten. Vrouwenrechten. Vrouwenrechten. Rechten van homo's. Homo's. Mensenrechten. Those pictures? Those pictures you showed me, huh? Is that your gezin? Family. Your family? It's nice, right? Nice that you still have those. Right? Okay. Do you want to see my pictures of my family? Oh, yes. Yes? Okay, I show you. Dit is Hayat. Hayat. Geboren elders over de zee. Hayat. Hayat. Hayat houdt van koken, rijst met amandelen, lamsvlees. En zoet gebak met pistas en stroop. Hayat. Hayat houdt van haar kinderen. Niemand weet waar Hayat is. Het zou kunnen dat ze dood is. Dit is Moussa. Moussa. Geboren elders over de zee. Moussa houdt van voetballen en van luisteren naar de verhalen van zijn vader. Moussa is een lief kind. Echt lief. Als Moussa ergens anders geboren was, een andere naam had gehad, een andere vader. Nee, nee, daar moet je niet over nadenken, over geluk en hoe oneerlijk dat kan zijn. Dit is Salima. Salima. Geboren elders over de zee. Salima. Salima.
Salima is... Salima kan... Salima wil... Salima mis... Salima houdt... Salima hoopt. Salima. 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 Dit is Nasdat. Fenomeen Taharoes nu over naar onze kusten. Moet ik nu? Je ziet toch dat het slecht met hem gaat? Georganiseerde groepsaanrandingen tijdens grote evenementen zijn al veel langer een probleem in de landen waar de grote influx aan aangespoelde vandaan komt. En lijken nu onze kusten te hebben bereikt. Groepsaanrandingen? Hij mist zijn vrouw. Waar heb je het over? De politie onderzoekt de massale aanrandingen tijdens Oud en Nieuw als een gecoördineerde seksuele intimidatie van vrouwen. Waar ben je bang voor, hè? Ik ken jou niet als een bange man. Hier, wat is Taharoes? Ik hoef dit allemaal niet te horen nu. Het gaat om hem nu. Taharoes, of Taharoes Ginzi, is de term die sinds enige tijd wordt gegeven aan georganiseerde groepsaanrandingen van vrouwen. Vooral tijdens grote evenementen. De aanrandingen, verkrachtingen en berovingen worden veelal georganiseerd via sociale media. Tot enkele jaren terug bleven de groepsaanranders meestal onbestraft. De onaantastbaarheid van de aanranders viel te verklaren door sociale laksheid. In plaats van te vechten voor verandering, kregen de slachtoffers meestal de schuld. Dit is zijn cultuur. Begrijp wat ik bedoel? Ik begrijp helemaal niets meer van wat jij zegt. Wat we nu zien, waar jij te blind voor bent, zijn het al die gefrustreerde testosteronbommen. Al die vuile, werkeloze nietsnutten, die mislukkelingen. Dat die ons overspoelen. Je ziet het nu al. Geen reclame voor maanverbanden in openbare ruimtes. Hier kledingsvoorschriften voor verzorgend personeel. Aanrandingen, verkrachtingen, geweld, weet jij veel. Heb jij hem gevraagd wie hij is? Weet je wat zijn naam is? Zijn beroep? Zijn standpunt voor vrouwenrechten? Homo's? Wat? Homo's? Jij hebt zelf een hekel aan homo's. Hij mist zijn vrouw. Hij mist zijn slaap. What are you guys talking about? Can I stay? Yes. Yes. You can stay for as long as you want.
There is plenty of space. Why did he leave? He's a very angry man. He doesn't understand. He's afraid, you know? Afraid. Afraid, yes. Afraid. Afraid. Of me. Yeah. Come on. He's afraid of me. Thank you.
I like the klompen dance better. In this country, men and women are equal. If a man meets a woman, he gives her 3 kisses. Like this. I don't want to. Okay. Well, that's okay, I guess. Are you hungry? No, thanks, Mom. Yes, but you have to try this. Oh, this is very typical, very nice and tasty. Typical for the culture. Ah, let me see. Wait, one moment. Zie je, lief? Moet ik me zorgen maken? Hoe is het met de zee vandaag?
Het is eens rustig. Kun jij niet horen? Ik wil haar niet horen vandaag. Ik wil haar niet horen. We moeten sterk zijn. Ons verdedigen. Tegen de zee. En haar monsters. Vind je van niet? Ja. Je bent naïef. Altijd al geweest. Ik ben bang.